like it can go through anything. And even when you think it can't, it finds a way to still push on. No. Sometimes you wanna run away, ain't got the patience for the pain. And if you don't believe it, look into your heart, the beat goes on. I'm telling you, things get better through whatever. If you fall down, stop, don't let up. Don't you know you can go be your own. Tour de Dellen 2012. De eerste editie zit erop en de mensen verdwijnen langzaam maar zeker van het gasvrije sportpark De Bovenmolen van voetbalvereniging OVOS, waar heel veel vrijwilligers klaar hebben gestaan. Een initiatief, Corine, had je ooit kunnen bedenken dat er zoveel animo zou zijn? Nee, ja, dat is een kort antwoord, maar dat had ik echt niet verwacht inderdaad. We spraken je een tijdje terug en iedere keer gaf je heel dapper je visie op Tour de Dellen en was je een ware ambassadrice voor dit evenement. Vandaag ruim 550 mensen, alles zat mee of niet? Ja, inderdaad. De voorbereiding is eigenlijk zeer vlekkeloos verlopen. We hadden gewoon hartstikke leuke mensen om ons heen, wie we ook vroegen en wat we ook wilden. Alle deuren gingen voor ons open en...
Ja, eerst kwam het wat moeilijk op gang met het aantal deelnemers. Nou, volgens mij is dat wel een beetje Oldenbroek eigen. Eerst maar eens even kijken wat gaat hier gebeuren. Maar aan het laatst kwamen de aanmeldingen, bleven we binnenstromen. En dat heeft geleid inderdaad tot ruim 500 deelnemers vandaag. Ja, we hebben net met z'n allen in de kantine gestaan. We hebben daar het bedrag bekendgemaakt. Een bedrag wat je verwachting ook overtroffen heeft. Ja, je hebt geen enkel idee waar je op kunt rekenen inderdaad. Maar ik wist wat het gisteravond was. En toen dacht ik, als ik er nou nog eens 4, 5 bij op kan tellen, dan kwamen we op 32. Nou ja, hè? We zijn op 38.500 euro gekomen. Nou, het wordt hier inderdaad nog weer geld in mijn handen gedrukt. Dus we gaan de 40.000 euro gaan we over. Nou, echt super. Dat had ik echt nooit verwacht. Hele mooie eerste editie. En Thijs, ja, je zoon staat er ook bij. Je hebt ook genoten vandaag? Ja. Ja, je hebt het rondje zelf ook gemaakt, hè? Ja, 2,5 keer. Ja, kijk eens, 2,5 keer is hij zelfs rond geweest. We gaan hier afscheid nemen. Ja, en Corine, ik durf het bijna niet te vragen. Maar komt er een tweede editie Tour de Dellen? Kan er bijna niet onderuit, hè? Dus ik denk dat het gaat komen, ja. Oké, in ieder geval bedankt voor deze editie. Jij en alle mensen van Stichting Tour de Dellen. Aan het eind van deze dag op Sportdorp Bovenmolen sta ik bij de heer Koek. De heer en mevrouw Koek moet ik eigenlijk zeggen. Want die hebben vandaag toch wel een bijzondere prestatie geleverd hier. Vanaf Sportdorp Bovenmolen de Tour de Dellen helemaal voltooid. Op een heel bijzondere manier. U met uw vrouw in een rolstoel. Ja, dat was het. Er was geen andere manier om te doen eigenlijk. Ik wil dat graag doen voor Kika, voor de kinders. En ik wilde mevrouw niet alleen thuis laten de hele dag. Dus ik kwam op die idee. Ik heb Corrie gebeld en gevraagd, mag dat? En ze zei, ja, natuurlijk mag dat. Dus misschien haal je het niet, maar het maakt niks uit. We komen je halen. Maar dat was niet nodig en ik ben blij om. Ja, het is een fantastische dag geworden. Hoe heeft u zich voorbereid op de dag van vandaag? Oh, ik heb altijd een kleine eentjes gelopen met mevrouw in de rolstoel in de bossen of bij de Drontemier en zo. Maar we hebben om voor deze dag speciaal voor te bereiden, dan gingen we twee keer die hele omgeving, die hele cursus lopen. Hè. Dus u heeft al een keer vaker die hele route afgelegd? Eén keer in de richting eerst iets harder en de andere keer overwezen. Maar dat mislukte een beetje toen we over Wezep ging. Ik verdwaalde me in de Dellen. Ik wilde niet op de weg lopen. En ik ging op de fietspad, maar het was de verkeerde fietspad. En toen kwamen we ergens anders terecht? Ja, bij de schaapsgooi. Nou, heeft u ook nog genoten, toch? Ja, het was een heel mooie dag. Ja, en vandaag ook. Maar iedereen zegt dat dit een mooie prestatie was. Maar ik vind de prestaties van de kinderen. Zie, die loopt net een klein kind langs. En die heeft ook zo dat hele 30 kilometer gelopen met die kleine beentjes. Maar u bent toch vandaag waarschijnlijk de oudste deelnemer geworden van het geheel. En op zo'n speciale manier. U woont al jaren in Oldenbroek? 11 jaar nu, op het Loo. Uw vrouw is een geboren Oldenbroeker? Ja. Ja, ze is een dokter van die oude ondernemer, Hendrik van Boven. Ze is geboren aan de Wissel in Oldenbroek, dus echt een Oldenbroekse. Geweldig dat u haar ontmoet heeft ook. Ja, we hebben elkaar ontmoet in de Bijbelschool in Schotland, in Glasgow. In binnen 6 weken was ik smoor verliefd op haar. Dat zijn goede berichten. Ja. En we zijn nog smoor geliefd op elkaar, daarom wilde ik haar niet thuis laten alleen. Hè. Als u nu zo meteen thuis komt, wat gaat u als eerste doen? Uitrusten? Onder de douche. Schoonmaken, hete water, een beetje masseren. Ja, en dan misschien iets lekkers eten en dan rustig zitten tot de slaaptijd. De naam Overjos staat voor overwinning is ons streven. U heeft vandaag ook overwonnen samen met uw vrouw in de Tour de Dellen. Ja. Dat is altijd een beetje onze motto geweest, allebei. Ik heb een motto uit de Bijbel, ik loop naar een doel voor de prijs van de hoop. Mevrouw Koek, ze deden vandaag per rolstoel mee aan de Tour de Dellen. Ik wil ook even aan de collega's vanmorgen, ik heb vanmorgen iets te luid gehad. Maar ik wil toch nogmaals, en ook jou Dirk Jan, je hebt ons ook heel veel tips en trucs gegeven. Op de hele dag weer hier in touw geweest. Ik wil alle vrijwilligers die vandaag hierbij betrokken waren, natuurlijk van Overjos, maar ook van de Stichting Circuit Oldenbroek, van het Rode Kruis, alle mensen,
hartelijk bedankt daarvoor. En we hebben net gezien wat we voor gedaan hebben. En voor volgend jaar, ja, we hebben de lat hoog liggen, maar het moet meer worden. En ik reken weer op jullie deelname. Voorzitter, natuurdirecteur Eddie Leventon. Eddie, ga met je...